5 gezonde voedselsoorten die je cholesterol verlagen. Gebakken en gefrituurde producten, boter, volvette kaas en sommige vleessoorten bevatten allemaal grote hoeveelheden verzadigde vetten. Deze verzadigde vetten zullen je cholesterol verhogen. Maar zijn er ook voedselsoorten die je cholesterol verlagen? Jazeker, er is een grote hoeveelheid voedselsoorten die het geheel tegenovergestelde effect op je lichaam hebben. Die voedselsoorten die juist je cholesterol verlagen, zijn vooral vetsoorten. We hebben het dan wel over meervoudig onverzadigde vetten, ook wel bekend als de gezonde vetten. Deze vetten kunnen je de voedingsstoffen en de energie geven die je lichaam nodig heeft, maar dan zonder je cholesterol te verhogen. Ze helpen juist om het cholesterolgehalte onder controle houden. Door te weten welke gezond zijn, kun je voor de goede voedselsoorten kiezen. Je weet dan welke voedselsoorten je moet eten om je inname van verzadigd vet te verminderen. En zonder dat je iets uit je eetpatroon hoeft te schrappen. Als je meer wilt weten, lees dan snel verder in dit artikel. Je cholesterol verlagen met mono-onverzadigde vetten. Allereerst, kies voor plantaardige oliën die veel mono-onverzadigde vetten bevatten. Plantaardige oliën rijk aan oliezuur. Dit is een uitstekende vervanger voor verzadigde vetten. Olijfolie is waarschijnlijk de populairste keuze. Maar olijfolie is echter niet de enige plantaardige olie die deze voedingsstoffen kan leveren aan je lichaam. Er zijn diverse oliën die dat ook doen, zoals hazelnoot, canola, soja en sesamolie. Vergeet hierbij niet te denken aan de helende eigenschappen van extra virgine olijfolie. Door hiervoor te kiezen zal je slechte cholesterol, LDL, verlaagd worden. Daarnaast heeft het ook vele andere voordelen, waaronder een ontstekingsremmende werking. Bekijk ook dit artikel, verlaag je cholesterol door deze 8 strategieën te gebruiken in de keuken. Je cholesterol verlagen met linolzuur. Dit is misschien wel het belangrijkste vetzuur onder de omega-3 vetzuren. Het komt vooral voor in vis, maar ook in sojaproducten en sesamzaad. Het is heel belangrijk om het met je eten binnen te krijgen, omdat het menselijk lichaam zelf geen linolzuur kan produceren. Het is dus een essentieel vetzuur. Het voorkomt dat cholesterol in je bloedvaten ophoopt. Daarnaast ondersteunt het de gezondheid van je hart. Onder de vissoorten die het meeste linolzuur bevatten, vinden we de volgende soorten. Tonijn, zalm, sardines, haring. Hoewel je al deze vissoorten in blik kunt vinden, kun je er het beste voor kiezen om ze in verse of ingevroren toestand te kopen. Je cholesterol verlagen met levertraan. Geloof het of niet, het is mogelijk om een gezond voedingspatroon te hebben dat je cholesterol verlaagt en je spiermassa kan verhogen. Heb je extra spiermassa nodig? Dan kan levertraan een fantastische aanvulling zijn op je dagelijkse voedselinname. Dit is bijvoorbeeld ook ideaal voor atleten en degenen die hun spiermassa willen verhogen. Dit populaire supplement heeft een hoog gehalte aan omega-3 vetzuren. In principe stimuleert dit vet een betere eiwitsynthese. Daardoor wordt het makkelijker om je spiermassa toe te laten nemen.
Daarnaast bevatten deze supplementen nog enkele andere voordelen. Daaronder het feit dat levertraanje bijdraagt aan een goede stolling van het bloed. Ontwikkeling van de hersenen bevordert. Dat is de reden waarom dit supplement ook aanbevolen wordt aan ouderen. Je cholesterol verlagen met omega-6 vetzuren. Omega-6 vetzuren worden gevonden in veel dierlijke voedselsoorten. Helaas bevatten deze vaak ook veel verzadigde vetten. Daarom is de avocado een van de gezondste bronnen van omega-6 vetzuren. Het is een van de weinige vruchten die veel meervoudig onverzadigde vetzuren bevat. Naast het feit dat avocado's zeer voedzaam zijn, helpen ze ook bij de opname van omega-6 vetzuren. Een ander opvallend plantaardig product met deze gezonde vetsoort zijn olijven. Dat is natuurlijk geen echte verrassing meer, want we noemden olijfolie hierboven al. Je cholesterol verlagen met linzen. Linzen helpen je ook bij het verlagen van je cholesterol. Linzen leveren je lichaam waardevolle eiwitten zonder dat ze je triglyceriden verhogen. Ze bevatten slechts 0,1 gram verzadigd vet per 100 gram. Deze kleine peulvruchten vormen een stof die aan cholesterol vastplakt. Vervolgens helpt het om de cholesterol uit je lichaam weg te spoelen. Daarom worden linzen ook beschouwd als beschermers van je hart en van je hele hart- en vaatstelsel. Daarnaast hebben kidneybonen en groene sojabonen soortgelijke eigenschappen als linzen. Wij raden aan om ook te lezen voordelen van peulvruchten. Is het eten van vet slecht voor je? Het eten van een bepaalde hoeveelheid vet is noodzakelijk om je organen goed te kunnen laten werken. Het categoriseren van vet als een vijand is onterecht. In een evenwichtig eetpatroon moeten alle macronutriënten opgenomen worden. Dus zowel koolhydraten, eiwitten als vetten. Het is zelfs zo dat sommige voedingsdeskundigen van mening zijn dat 20 tot 30 van je voeding uit vet zou moeten bestaan, maar dit moeten dan wel onverzadigde vetten zijn. De voordelen van het met mate eten van gezonde vetsoorten zijn: goede regulering van je stofwisseling. Betere reproductieve gezondheid, waardoor je dus gemakkelijker kinderen kunt krijgen. Dus besteed aandacht aan de soorten vet die je opneemt in je eetpatroon. Op die manier kun je je cholesterol verlagen en genieten van een betere algemene gezondheid. Uitgelichte afbeelding met dank aan copyright WikiHow.com.